Kijkers en van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Het ministerie van Volksgezondheid scherpt communicatiepersoneel aan in risicocommunicatie. Stuurrichting Agrarische Productie en ministerie van LVV bezegelen samenwerking. Suriname is verplicht wetgeving aangaande chemische wapens in place te hebben. En moderne visrokerij Nieuw Amsterdam kan verdiencapaciteit vissers vergroten. Om verantwoordelijke personen en units te versterken in effectieve risicocommunicatie, organiseert het ministerie van Volksgezondheid deze week een training in risicocommunicatie en community engagement. De aandacht is vooral gericht op personeel belast met communicatie in tijden van rampen, ziekteuitbraken en dreigingen. De training wordt verzorgd door Ljubica Latinovic, risicocommunicatiedeskundige van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Volgende training, Risk Communication en Community Engagement. Dat wil zeggen in het Nederlands, hoe communiceer je bepaalde risico's bij emergencies, dus bij rampen en situaties als COVID, virus uitbraken. En hoe betrek je de gemeenschap erbij? Dus het is een training vanuit de PAHO. Natuurlijk vanuit het ministerie van Volksgezondheid geïnitieerd. Maar alle ministeries zijn er zo'n beetje bij betrokken. Natuurlijk ook de gezondheidsinstellingen. Dus het is een breed publiek wat meedoet met deze training. En dat is helemaal goed. Omdat we natuurlijk veel geleerd hebben vanuit onze communicatie tijdens de COVID-periode. En we willen natuurlijk werken naar verbetering. Ik ben heel blij met deze training. Omdat het me ook een kans geeft om terug te kijken. We hebben een aantal manieren gebruikt tijdens de COVID-periode om te communiceren met de gemeenschap. Maar het is altijd goed om een extra training daarin te volgen en om zo de skills weer aan te scherpen. En dat we ook beter voorbereid zijn op wat er misschien nog komen gaat. Want het lijkt wel alsof we uit de COVID-situaties zijn, maar het virus is er nog. En de mogelijkheid dat er andere virussen of andere varianten van het COVID-virus opduiken, dat is er nog altijd. Los van virus-outbreaks hebben we natuurlijk ook andere soorten rampen. Denk maar aan de overstromingen, er kan een grote brand uitbreken, enzovoorts, enzovoorts. Dus de autoriteiten, de overheid moet weten hoe we op een goede, effectieve manier deze zaken naar de gemeenschap communiceren, zodat men begrip heeft en ook wil meewerken met de maatregelen die getroffen moeten worden. We hebben, net zoals ik zei, we hebben veel geleerd uit de COVID-periode en we werken eraan om het steeds beter te doen. De studierichting Agrarische Productie van de Faculteit der Technologische Wetenschappen en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn een samenwerking aangegaan. Partijen hebben deze samenwerking op woensdag 13 juli 2022 bezegeld middels het in de grond stoppen van 2 citrusplantjes. Het ministerie heeft daarnaast 25 vruchtbomen aan de voornoemde studierichting geschonken. Nou, er was een verzoek gedaan door ADEC aan ons voor plantmateriaal, omdat zij van plan zijn om een fruittuin op te zetten, om uiteindelijk een agroforestry systeem op te zetten voor onderzoek en onderwijs. En wij hebben dus vandaag dan die
plantjes gebracht voor hun. Maar natuurlijk moet u dit zien tegen de achtergrond van een samenwerking tussen de universiteit en het ministerie van LVV. Wij hebben vanaf het begin gesteld dat die samenwerking heel belangrijk is. Het is zo dat in de agrarische sector, wanneer je die ontwikkeling op gang wil brengen, dan kan je dat natuurlijk langs verschillende kanalen doen. Onder andere infrastructuur, aanpak van infrastructuur, voorlichting, onderzoek, incentives, noem maar op. Andere kanalen, inputvoorziening. Maar die kennisontwikkeling, wanneer je dat op gang wil brengen, dan is er een bepaalde mate van samenwerking tussen alle stakeholders noodzakelijk. Omdat wanneer je die innovatie wil opvoeren, dan is het zo dus dat je al die stakeholders met elkaar eigenlijk in contact moet laten treden, zodat ze in overleg kunnen gaan en van gedachten kunnen wisselen, van ideeën kunnen wisselen. En vandaar dus dat wij dan gemeend hebben om die samenwerking alvast met de universiteit op te voeren. En het moet niet alleen maar blijven samenwerken met de universiteit, maar wij zeggen dat wij moeten werken naar een duurzame samenwerking, een structurele samenwerking, waarbij we dus ook dan de andere actoren straks gaan bij betrekken. In bepaalde sectoren zijn we al bezig. Onder andere bijvoorbeeld de reissector heeft 2-3 maanden geleden de president een platform reissector geïnstalleerd, waar alle stakeholders, processors, onderzoek, LVV, aantal ministeries, boeren zijn vertegenwoordigd. En waar zij dan bij elkaar komen om problemen te bespreken, om besluiten te kunnen nemen voor die industrie, voor die race-industrie. Omdat tot nu toe blijkt dat dat in feite, dat overleg, die besluitvorming in die sectoren een probleem vormt, waardoor er geen sprake kan zijn van optimale onderzoek, optimale onderhoud van infrastructuur, optimale voorlichting, etc. Dus vandaar dus dat wij dan proberen in alle sectoren dan uiteindelijk voor alle sectoren die samenwerking op gang te brengen. Hoewel Suriname geen chemische wapens produceert, is het land verplicht wetgeving op dit stuk in place te hebben. Zo stelde defensieminister Krishna Kumari Mathura op dinsdag 12 juli 2022 in de Nationale Assemblée. Het college heeft momenteel de wet uitvoering chemisch wapenverdrag in behandeling. Suriname is in april 1997 partij geworden bij het verdrag van Genève inzake het verbod op chemische wapens. Het voornaamste doel van dit akkoord is het uitbannen van de dreigingen die uitgaan van chemische wapens. Het doel van het verdrag is het uitbannen van de dreiging die uitgaat van chemische wapens. In het verdrag zijn verbods- en vernietigingsbepalingen opgenomen op de ontwikkeling, productie, het bezit, de opslag, overdracht en het gebruik van chemische wapens. Chemische wapens zijn niet explosieve chemische stoffen die worden gebruikt om mensen buiten gevecht te stellen, te verwonden of te doden. Chemische wapens vallen in een aantal categorieën. De eerste bestaat uit de beruchte zenuwgassen die de overdracht van prikkels in het zenuwstelsel verhinderen. Vervolgens zijn er de mosterdgassen die weefsels van bijvoorbeeld de luchtwegen aantasten. Er zijn dan ook de irriterende stoffen zoals de traangas. De laatste categorie chemische strijdmiddelen is ook de moeilijkst beheersbare, zeer giftige industriële chemicaliën die in grote hoeveelheden voor civiele toepassingen worden geproduceerd, kunnen als chemische wapens worden ingezet. We kennen bijvoorbeeld pesticiden, chloor, fosgeen, al aantal chemicaliën die ingezet worden in de landbouw, etc. Een belangrijk deel van de verdragsbepalingen richt zich op de vernietiging van chemische wapens en inrichtingen voor de vervaardiging van deze wapens. Deze bepalingen behoeven in Suriname niet uitgevoerd te worden
omdat wij geen chemische wapens hebben en ook geen inrichtingen. We produceren geen chemische wapens. Een deel van het verdrag gaat over kennisgevingsverplichtingen voor de chemische industrie en handel, alsmede voor diverse andere bedrijfstakken in uiteenlopende sectoren. Als partij bij het verdrag zijn we verplicht nationale wetgeving in place te hebben. Het concept welke in behandeling is, biedt voorzieningen ter uitvoering van de bepalingen van het verdrag en vormt tevens de basis voor het stellen van nadere regels met betrekking tot de stoffen ten aanzien waarvan beperkende maatregelen gesteld worden. Die nadere regels zullen met name de kennisgevingsverplichtingen en de indieningstermijnen betreffen. Aanwijzing van de stoffen die zijn vermeld in de stoffenbijlagen van het verdrag, waarin de onderverdeling in lijst 1, lijst 2 en lijst 3 is bepaald. In ons land worden geen stoffen, zoals ik eerder al aangaf, voor chemische wapens geproduceerd. Wel worden sommige giftige stoffen gebruikt voor onderzoeks- en beschermingsdoeleinden, alsmede op kleine schaal voor medische doeleinden in ziekenhuizen. Minister Parmanan Soudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op dinsdag 12 juli 2022 de officiële opening en ingebruikname verricht van een moderne visrokerij te Nieuw-Amsterdam in het district Kommewijnen. Deze faciliteit voldoet aan de standaarden van de Europese Unie. De financiering komt van de Bolivariaanse Republiek Venezuela middels het project Alba Alimentos. Verschillende functionarissen benadrukken de meerwaarde van deze visrokerij. Minister Parmanan Soudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op dinsdag 12 juli 2022 de officiële opening en ingebruikname verricht van een moderne visrokerij te Nieuw-Amsterdam in het district Kommewijnen. Deze faciliteit voldoet aan de standaarden van de Europese Unie. De financiering komt van de Bolivariaanse Republiek Venezuela middels het project Alba Alimentos. Verschillende functionarissen benadrukken de meerwaarde van deze visrokerij. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.